Het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, heeft bekendgemaakt dat vanaf 15 maart er kosten zijn voor het maken van een e-ID-kaart. Er zijn ook boetes voor 17-jarigen of ouderen die nooit eerder een ID-kaart hebben aangevraagd. Voortaan moet er 75 SRD betaald worden bij de aanvraag van de ID-kaart, terwijl de boete is vastgesteld op 200 SRD. In de ID-kaartenwet 2018 is onder andere opgenomen dat bij het aanvragen van een ID-kaart kosten en of boetes zijn verbonden. Volgens de overgangsbepaling moesten binnen 3 jaren na de inwerkingtreding van de wet alle oude ID-kaarten kosteloos worden vervangen bij overlegging van de oude ID-kaart. Het CBB heeft gedurende deze 3 jaren na de inwerkingtreding de burgers opgeroepen om hun e-ID-kaart aan te vragen. Uit statistieken van het CBB is gebleken dat per 15 maart 2022 ruim 80% van de burgers gehoor heeft gegeven aan de oproep om kosteloos hun ID-kaart aan te vragen. Vanaf morgen 1 april tot en met 30 april 2022 hanteert het CBB verruimde openingstijden op alle ID-booths. Deze ID-units zijn langer open van maandag tot en met vrijdag van 7 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. Staatsolie maakt gebruik van de gelegenheid om te werken aan het versterken van haar imago door zich op een nieuwe manier te presenteren. Dit zei Staatsolie-directeur Anand Jagisser op een persconferentie bij de heropening van het GoTo-filiaal te Latour. Maar kijk, die olie maakt een lange weg vanuit de grond, uit de aardbodem op Saramaka, wordt het behandeld daar, het gaat door een pijpleiding, het wordt geraffineerd en dan komt het aan de pomp. En bij de pomp is het de eerste keer dat we dat klant in zijn ogen kunnen aankijken. Want het hele proces is enorm ingewikkeld en duurt lang. Maar op geen enkel moment zien we een klant. Dus dit is het eerste moment dat we een klant in zijn ogen kunnen aankijken. Dus een enorme opportunity ook voor Staatsolie om haar imago goed te zetten in die gemeenschap. Toch, je maakt een mooi product en nu ga je aan het eind laten zien dat je het op een waardige manier aan die klant aanbiedt en verkoopt. Maar ik sprak over customer experience. U weet wel eens, als u ergens in een winkel gaat en u komt een beetje bedroefd of bedrukt in en u gaat lachend weg omdat de winkelverkoopster zo aardig was. Jagisser zegt dat met de heropening van het pompstation is bewezen dat Surinaamse producten niet onderdoen voor de internationale markt. Directielid van GoTo, Mark Rivos, zegt dat er hard gewerkt is aan de kwaliteit van de producten die GoTo levert. Nou, laat me zeggen, sinds het overnemen van Staatsolie, dus het overnemen van GoTo, moet ik zeggen dat wij bij, als je dat kan heugen, aan het begin wat moeilijkheden hadden met de kwaliteit van ons product. We hebben sinds toen goed aan gewerkt en dat is in principe enkele jaren geleden opgelost. De refinery bij de eerste cycle moest de refinery worden afgesteld. Dus we hebben goed aan gewerkt de afgelopen jaren om de productkwaliteit nu werkelijk op de euronorm en de gasolinenorm te krijgen. Maar toen wij dat overnamen, althans ik als nieuw management, toen bleek dus dat ook de faciliteiten een upgrade behoefden. Revo zegt dat een aantal GoTo-stations er oud en vervallen uitzagen. Met het upgraden van de tankstations wordt het aantrekkelijker voor klanten om de stations te bezoeken. Ook is het personeel getraind om zich bewust te maken van de rol die ze vervullen bij de dienstverlening naar de klanten toe.
De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden, FITS, blijft erbij dat de overheid geen bemoeienis mag hebben in bestuursvormingen van de inheemse. De FITS is de gesprekspartner van de overheid wanneer het de inheemsen regadeert. En dat zegt Carlo Lewis, hij is hoofdbestuurslid. Hij geeft aan dat er niet alleen wordt gesproken over het traditioneel gezag, maar ook over grondrechten. En zo, we hebben tak verschillen. We hebben een lezing over tak in een AVP, zeker drie lezingen over een situatie die zie. En ik ben beloofd dat we ook een taboe, maar ik wat twijfel ben de. Maar we betekenen dat twijfel nu moest doen, omdat we naar traditioneel gezag en we begeleiden een proces, zodat die proces kan op een boom verlopen. En we zien een probleem moro in het proces van San Waka. Want ik vader trouwens dat die afasifa apsa na volgens a zelfbeschikkingsrecht. En een recht dat aan ons zomaar recht, nou een recht zou abi internationaal. Als krivi in een handvest voor vee en verklaring van de rechten van inheemse volken, dat die inheemse volken hebben een recht voor kiezen, voor doen. Van de wang zit in dorp bestuur, van de wang bepaalt in tori. En dat dit dat Lewis is van mening dat er niets van die gesprekken terecht is gekomen. Waarom er getwijfeld wordt, snapt hij helemaal niet. Wat zich in Powaka heeft afgespeeld, hoefde niet uit de hand te lopen, meent hij. Tak as a situasi kom bakatak nei walosan ko ina media bakatak a vorige kapitein ik kontak in a rechtmatige of wettelijk of wat dan ook maar ano mus deso ano be mus deso srefi vooral tak te gi uma da terug na a volk ba ino ka do asanat baka dus we shen so tak ano fes kom bepaal of ousep kom bepaal tak Sergio Sabayo na a kapte fo kan a volk fo ka bepaal. Ja toch? Nou, volk voor Powaka kan bepalen als aan dat die. En we begeleiden een proces. Maar wat Sergio Sabayo moest de, een leider voor Powaka, dat is maar kiezen, dat is maar bepaald dat zo aan moest de. Dus, wie ik vind, doe een gedeelte. Een bureau, een directeur de lid, ja, mevrouw Céline Frans. De briefie, de nodige bescheiden, zou we moeten gaan aan het ministerie van Ros. Den go. Zo so, heb je een procesverbaal dat na wang, dan ga je neem voor een nieuw bestuur, de kapitein, dan ga je basjas, dan ga je gegevens, en ook toe een briefie go naar een minister van Ros, op 8 oktober jongs vorig jaar. De FITS hoopt dat het ministerie de beschikkingen van het bestuur in orde kan maken, zodat er geen misverstanden zijn tussen de overheid en het traditioneel gezag. En de agrarische sector in het binnenland verdient meer aandacht. En dus zijn stichting Duurzame Ontwikkeling Brokopondo en de coöperatie Fitimau Koawang een samenwerking aangegaan. Dionne Dieko, voorzitter van Fitimau Koawang, zegt dat de overheid ook meer aandacht moet besteden aan de agrarische sector in Brokopondo, Sipaliwini en Marowijne. Als voorzitter van de coöperatie wordt zij vaker geconfronteerd met de problemen van de leden. Dat zij bijvoorbeeld niet via de bank in aanmerking kunnen komen voor een lening. Ik wil een bijzondere oproep doen naar minister Sildini. Als hij me ziet, zal hij zeggen deze vrijpostige vrouw. Dionne Dieko. We vragen hem als minister van LPV en minister Graja Emanuels van ROS, agrarische sector binnenland, de directeur en de onderdirecteur. We vragen minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Van al deze mensen hebben we hulp nodig. Kijken jullie nou eens naar het binnenland ook, want het is een deel van Suriname. Er zijn heel veel mensen hier die leven van landbouw en veeteelt, meer van landbouw. Elk gezin bijna in het binnenland leef van landbouw. Maar we zien dat de regering het binnenland helemaal is vergeten.
En geen van deze drie groepen kunnen zeggen dat ik geen oproep op ze heb gedaan. Dionne Dico heeft wel persoonlijk brieven naar ze gestuurd. Ik heb ze zelfs persoonlijk benaderd. Mevrouw minister Emmanuels niet zozeer, maar de twee andere ministers en een directeur. Ja. En geen respons, mag ik wel zeggen, ze moeten het horen. Ook doe ik een beroep aan onze president, de heer Santoki. Hij is vader van het land. Laat hem iets doen aan de agrarische ontwikkeling binnenland. We hebben het nodig. Dico geeft aan dat de steun van minister David Abiyamofo van natuurlijke hulpbronnen van groot belang is, omdat hun aanplant wordt vernietigd door sectoren die vallen onder zijn departement. We hebben problemen met de mannen die niet allemaal, met sommige van ze die goud delven en aan houtkap doen, ze vernietigen onze aanplant en onze kostgronden. En we hebben hun hulp nodig, want we leven overwegend hier van landbouw. En ook daarom moet aandacht geschonken worden. Als iemand geïnvesteerd heeft in een kostgrond aan planten, is het geld uitgeven. Net zoals de goudbelgen dat gedaan heeft. Dus ik vind niet dat ze dat recht hebben om jouw stukken land en aanplanten te vernietigen, om te kunnen voorzien in hun levensbehoeften. Wat gebeurt er dan met mij? Wat gebeurt er dan met de andere telers die 8, 9, 10 jaar geïnvesteerd hebben op één plek? Want dat leren we nu toch, duurzaam investeren. En dat doen wij en dan kom je dat vernietigen. En er is geen enkele instantie die opkomt voor de landbouwer. Zouden ze wat aandacht daaraan kunnen besteden? We hebben er behoefte aan. Dico zegt dat er vanuit enkele instanties reeds hulp is geboden aan de coöperatie Fitimauko Awang. Zo heeft vicepresident Ronnie Brunswijk een donatie gedaan en heeft de Europese Unie een laptop geschonken. Tropenbos Suriname heeft 4 trainingen verzorgd en plantmateriaal en zaden gedoneerd. Minister Bronte Sommaharjo van Binnenlandse Zaken zegt dat er geen tekort is aan materiaal om bepaalde belangrijke documenten in orde te maken voor de samenleving. Sommaharjo sprak journalisten gisteren voor aanvang van de wekelijkse ministerraad en doelde voornamelijk op het tekort aan paspoorten. Nee, er is geen tekort aan paspoortmateriaal. Er zijn printers. We hebben nu maar 1 printer. We hadden niet kunnen voorzien dat er zo'n rush zou zijn naar paspoorten, maar het wordt langzaam weggewerkt en de nieuwe printers zijn al betaald en onderweg naar Suriname. Ja, zeker weten. Ja, 100%. Ja, 100%. Sommaharjo zegt dat zijn departement alles eraan doet om de situatie snel op te lossen. De bedoeling is om de dienstverlening naar de samenleving zo efficiënt als mogelijk te doen plaatsvinden. Vrijdag ga ik op het veld, elke donderdag en vrijdag ga ik op het veld. Vrijdag ga ik naar een andere BVB-kantoor waar ik de ambtenaren aanhoor, maar ook de bevolking ontvang. Gisteren was ik in Nikeri, was verschrikkelijk druk. Nikeri BVB waren er tientallen mensen die met allerhande problemen kwamen. De koopkracht is gedaald en de mensen willen hulp. Wij gaan misschien niet iedereen kunnen helpen, waar we wel alle moeite voor doen, maar we gaan zeker iedereen aanhoren en waar we oplossingen kunnen vinden, dat doen we. Dat is het onderdeel van mijn vak. Niet alleen regeren vanuit een kantoor, maar ook regeren vanuit het veld. En dat is wat ik heel graag doe. Sommaharjo stelt dat hij graag transparantie wil in zijn beleid. De bond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is in actie. En morgen worden de acties mogelijk nog verder verscherpt. Op dit moment wordt er tussen 12 en 3 uur 's middags gewerkt onder minimale bezetting. De bond wil met de actie hun eisen afdwingen bij de autoriteiten, vertelde bondsvoorzitter Lloyd Pohl vandaag tijdens een persconferentie. De vakorganisatie is in beraad vanwege ontevredenheid over hun salaris en andere voorwaarden.
Verder is aangegeven dat het beraad in stand wordt gehouden 2 dagen, dat is gisteren en vandaag. Indien er geen duidelijkheid komt in zaken, dat men morgenochtend, vrijdag dus 8 uur, op straat zal gaan naar de actoren om zelf te vragen aan de beleidsmakers wat er eigenlijk gebeurt en dat zij een oplossing willen voor de punten waarmee zij zitten. Paul zegt verder dat de leden gisteren behoorlijk verhit waren na een algemene ledenvergadering. Het beraad werd aangescherpt tot 11 uur en per vandaag kwam de verdere aanpassing om te tonen dat zaken niet meer zullen worden geaccepteerd. Het personeel vindt dat de regering, bij deze de minister van Volksgezondheid, het belang van het ziekenhuis niet serieus neemt. Ook voor de punten hebben wij de minister een ultimatum gegeven tot toen en ook daarvoor heeft hij gevraagd naar respijt van 7 dagen. Daarvoor heb ik een app van hem gekregen afgelopen dinsdag. Wij hebben de ALV gehouden. Zoals ik u heb aangegeven was het personeel zeer verhit. En zij hebben eigenlijk aangegeven dat zij per direct naar het ministerie willen om de minister of de president of wie dan ook te vragen wat er eigenlijk gebeurt. Hoe serieus men eigenlijk omgaat met het belang van de zorgmedewerkers. Paul zegt dat de leden toch tot andere gedachten zijn gebracht. Morgenochtend wordt er besloten wat er verder zal gebeuren. Een vertegenwoordiger van de artsen bij het AZP hield journalisten enkele pijnpunten voor. Vanwege het wegblijven van een structurele aanpak van de problemen waarmee de specialisten zitten, is het niet vreemd dat artsen wegtrekken. In het Memerebuku-kazerne zijn vanmorgen ruim 159 militairen bevorderd in een naast hogere rang. Het gaat hierbij om soldaten tot en met de rang van officier die worden bevorderd in een naast hogere rang. Werner Kiwasen, waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, zegt dat de bevordering strategisch is gedaan om de transitiefase waarin de organisatie zich bevindt te kunnen bewerkstelligen. De waarnemend bevelhebber geeft verder aan dat er in deze fase wordt gewerkt om verschillende veranderingen die het legerpersoneel meemaakt te kunnen wijzigen. En in deze fase wordt er dan ook keihard gewerkt aan het wegwerken van omstandigheden en situaties die niet bevorderlijk zijn voor het sociaal-maatschappelijk welbevinden, de inzet, de motivatie en de performance van het militair personeel. Problemen waarvoor wat betreft de rechtspositie van militairen en ook gepensioneerden, gebreken voor wat betreft noodzakelijke middelen en de gevolgen van onze omstandigheden hebben daarom de aandacht van de leiding en er wordt keihard gewerkt om deze problemen weg te werken. Vandaar ook deze bevordering. En dit jaar zullen er nog meer bevorderingen moeten plaatsvinden. Het is van belang dat elke militair beseft dat onze organisatie zich in de transitiefase bevindt en dat de inzet van elke militair nodig is om de verdere ontwikkeling en verbetering van de organisatie te garanderen. Volgens minister Krishna Kumari Mathura is de bevordering een stap vooruit om achterstanden met betrekking tot de rechtspositie op te heffen. De bewindsvrouwen hoopt dat alle bevorderingen voor dit jaar kunnen worden afgerond. Een militair maakt aanspraak op een bevordering en dat krijgen ze ook, zegt Mathura. Het is wat u verdient. Als u voldoet aan alle wettelijke eisen voor bevordering en u bent goed beoordeeld en dus geschikt bevonden, dan mag er geen enkele reden zijn om uw bevordering tegen te houden. De hele organisatie, vanaf uw commandant tot de bevelhebber, de minister en de regering, moeten zich inspannen om uw rechtspositie te regelen, zodat u uw loopbaan zonder stagnatie kunt vervolgen.
Immers, het belang van het ministerie van Defensie en het Nationaal Leger is er om gemotiveerde en betrokken militairen te hebben. En dat kan wanneer we u op tijd geven waarop u aanspraak maakt. In het afgelopen jaar zijn er ruim 900 militairen bevorderd in een naast hogere rang. De bevordering ging gelijk gepaard met de resolutie en beschikking dat de bevorderden zullen functioneren in een hogere rang. En niet 159, maar 171 militairen zijn vandaag bevorderd. De Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, heeft vandaag haar tweede multi-stakeholder waardeketenplatform bijeenkomst gehouden. Naast de bijeenkomst was er ook een werksessie voor exportgewassen van fruit en groenten. Ashmi Shivratan Jairam, National Project Coordinator van SAMAP, gaf aan dat het eerste projectcomponent zich zal focussen op de waardeketenontwikkeling. Hierbij zullen er verschillende groepen worden getraind. Onder andere trainingen voor instituten en personen, onder andere belanghebbenden van die SAMAP Matching Grant Facility, maar ook de leden uit die waardeketenplatformen en ook andere stakeholders natuurlijk. Er gaan ook trainingen zijn voor voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en regionale ontwikkeling en sport. Trainingen voor financiële instituten ook, om meer bewustzijn te hebben over de financiële instrumenten die nodig zijn voor ontwikkeling van die agrarische sector. We kennen dat allemaal. We zijn bekend met AKF, we hebben Innova, die regering is bezig en wij gaan kijken hoe wij verder kunnen ondersteunen daaraan door verder training aan financiële instituten. Zodat er misschien meer financiële instrumenten komen voor die agrarische sector. Volgens Eric Ceballos, Chief Technical Advisor Food and Agriculture Organization, FAO, wordt met deze tweede bijeenkomst een stap in de goede richting gezet. Er is in de eerste workshop een concept strategisch actieplan voor de export voorgedragen en daarop zal verder op worden voortgeborduurd. But now we need to validate it. Now we need to make sure that the plan that you have prepared has the content, has the elements that you want to see moving ahead. And also, since we have new participants, new stakeholders joining, is an opportunity to consolidate the expectations and the goals that each of your sectors that you represent have in the plan. So the task number one will be that, validate the plan, the draft plan that you prepare. De werksessie was voor belanghebbenden uit de publieke en private sector uit de hele keten.